De boeken Die Daar en Die Is Klein zijn ontwikkeld door Meerte Stut en Geurt van Donkelaar en uitgegeven bij uitgeverij Godmer. Op het eerste gezicht zijn het plaatjesboeken, ontwikkeld voor dreumissen en peuters. Maar wie verder kijkt ziet dat het veel meer zijn dan alleen maar plaatjesboeken. Ga zelf met de kinderen aan de slag. Kies een begrip of een plaats, zoek daar afbeeldingen bij en maak een eigen Die Daar. Waar andere plaatjesboeken indeling maken op basis van thema, speelgoed of dieren, hebben de auteurs gekozen voor een meer uniekere indeling van voorwerpen, dieren, begrippen. Per plaats of begrip worden afbeeldingen getoond. Ik zie bijzonder veel mogelijkheden voor het onderwijs met deze titels. Je kunt naast het benoemen van alle objecten ook een gesprek aangaan met een kind. Want is alles op de pagina wel lekker? Of raar? Neem voorwerpen erbij en vraag een kind bij welke bladzijde dit hoort. Meerdere antwoorden zijn goed. Is gezond? Of is rond? Die Is Klein werkt volgens hetzelfde principe als zijn grote broer. Hier worden weer andere begrippen aangekaart, wat weer zorgt voor nog meer mogelijkheden. Hoe klinkt het geluid? Of doe een geluid na, zodat de kinderen het voorwerp kunnen benoemen. Waarom is het handig? En wat doe je ermee? Hoe gebruik je het? Neem echte voorwerpen en laat de kinderen de juiste bladzijden erbij zoeken. Meerdere antwoorden zijn goed. Een ballon past bij jarig. En blauw. Oh, en er is ook een app, wist je dat? Maar ik ben niet zo van de apps. Hey, waar komt dat even goed uit, juf Sanne? Ik wel. Hey, meester Sander, kun jij misschien ons wat meer vertellen over die app? Natuurlijk kan ik iets over die app vertellen. Heel graag zelfs. Wat hoort er niet bij is het centrale thema van deze app. Je kunt kiezen uit speel rustig of speel snel. Bij speel rustig kun je zoveel fouten maken als je wil. Bij elke fout gaan er alleen een paar punten af. Het is de bedoeling dat je op het plaatje klikt die er niet bij hoort. Die niet. Het spreekt voor zich. Er zit wel een groot verschil in moeilijkheid. Per level gaat het niveau omhoog. Bij de optie speel snel mag je 3 fouten maken. Wanneer je 3 fouten gemaakt hebt, ben je af. Ook kun je bij de snelle versie in de topscorenlijst komen. De app is mooi en simpel vormgegeven. Hierdoor is hij zeer geschikt voor peuters en kleuters. Door de verschillende niveaus kunnen jonge kinderen er mooi aan de slag, maar is het ook zeker goed te gebruiken in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Dit is je kans om de app Die Niet te winnen. Wat moet je daarvoor doen? Jij maakt een foto of filmpje van een Die Niet. Wat hoort er niet bij? Dit kan een alledaagse situatie zijn of je mag hem zelf in scène zetten. Maak een foto of filmpje en stuur hem naar sandergordijn@live.nl of deel hem op Facebook of Twitter met kleutermeester Sander of Sander Gordijn op Twitter. Wil jij de boeken winnen? Doe dan mee met de prijsvraag op de website.